Vanaf 19 februari starten we in de gemeente Land van Kuik in 6 supermarkten met gezondschap. Bij de supermarkten Plus Verbeten in Overloon en Vierlingsbeek, de Jumbo in Kuik, Boksmeer en Graven en de Albert Heijn in Mil vind je de komende 6 weken een speciaal ingericht schap, gevuld met gezonde producten uit de schijf van 5. Nou, welkom allemaal bij de Jumbo Bosmans in Kuik. Mijn naam is Naomi Janssen. Ik ben ontwerper, ik ben oprichter van de voedselapotheek en initiatiefnemer van het gezondschap. Dat is de reden waarom we vandaag hier allemaal bij elkaar zijn. Wethouder mevrouw Hendricks, welkom. Leuk, Anouk. Leuk dat jij ook bij bent. Beweegorganisatie 9. Grote getalen aanwezig. Ik heb je net al op de fiets gezien, dus dat komt helemaal goed. En natuurlijk mijn collega's supermarktondernemers uit Boksmeer, uit Graven, uit Vierlingsbeek Overloon en uit Mil, Albert Heijn. Nou, in ieder geval, dit is ons gezondschap. Wij hebben gekozen voor de eerste 2 weken gezond ontbijt, de tweede 2 weken voor een gezonde lunch. En de laatste 2 weken voor een gezond diner. Ik kan alleen maar zeggen, nou, jullie zijn er met zoveel mensen. Doen jullie mee? Doen jullie allemaal mee? Ja! Het gaat om bewustwording. En iemand besmetten met het gezondheidsvirus, dat kan niet schadelijk zijn. Ik sta hier als wethouder met onder andere gezondheid in mijn portefeuille. En ik ben er natuurlijk super trots op. Dat wij in het Land van Kuik, want dat is het mooie, dat we dus meerdere supermarkten bereid hebben gevonden om dit samen met ons te doen. Want waar begint het uiteindelijk? In de supermarkt waar eigenlijk iedereen komt. Ik denk dat dit een groot succes gaat worden, dat hoop ik van harte. En ik hoop dat heel veel mensen de weg weten te vinden en dat ze in ieder geval bewust worden. Dus ik kan niet anders doen als ons allen feliciteren, maar vooral de inwoners van het Land van Kuik. Want als ik dan hoor dat we in de 50 supermarkten hebben, en ik denk dan bij mezelf, wow, en er komen er 6 uit het Land van Kuik bij, dan is ons aandeel heel erg groot als zijnde Land van Kuik. We zijn in oppervlakte al de grootste, maar als we dan ook nog qua gezondheid de grootste worden, dan doen we het heel goed. Dus ik wens iedereen heel veel succes de komende 6 weken. We gaan straks denk ik wel even evalueren met elkaar. Wat is het geworden? Hebben we reacties gehad? Of zeggen we van nou iedereen liep ons voorbij alsof we weet ik wat waren. Dus ik hoop van harte dat het gaat lukken. Dus heel veel succes, heel veel plezier allemaal, want ook dat is belangrijk. Ja? Dat schouder. We doen ja. 1, 2, 3. Yes! We staan vandaag in Jumbo Kuik. En op dit moment had ik ook zomaar in een andere supermarkt kunnen staan, hier ergens in het Land van Kuik. Want namelijk 6 supermarkten in het Land van Kuik zijn iets nieuws begonnen, namelijk. Heb jij het gezondschap al gezien? Nou, dat is iets nieuws, is iets bijzonders. En bij mij heb ik iemand die weet er alles van, want jij bent... Ik ben Naomi Janssen. Ik ben ontwerper, oprichter van de voedselapotheek en initiatiefnemer van het gezondschap. Een voedselapotheek, wat is dat? Ja, de voedselapotheek is een ontwerpbureau waarbij we ons bezighouden met het ontwerpen van een gezonde voedselomgeving. Omdat het best lastig is voor mensen om gezonde keuzes te maken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de supermarkt, 80% van alle producten staan niet in de schijf van 5. En gezond eten is vaak ook duurder. Dus dat maakt gewoon dat dat heel lastig is. En met de voedselapotheek bedenken we samen oplossingen. Dus nu met de gemeente, met de GGD, met allerlei organisaties en met klanten. Om de gezonde keuze makkelijker te maken. Want daar gaat het om, gezonde keuzes maken.
Ja, klopt inderdaad. Zoals ik al zei, er is heel veel ongezonds te kiezen in deze supermarkt. Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die gezonde producten wat meer in de spotlight komen te staan? Nou, dat hebben we gedaan door dit schap in te richten. Het thema is nu gezond ontbijt. Maar zo zijn er ook andere thema's. Beweging, gezonde tussendoortjes, gezonde schoollunch. Dus dat. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat 80%, dat is toch heel veel, 80% van de producten eigenlijk niet gezond zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vraag het me ook af hoe het kan dat we het zo ver hebben laten komen eigenlijk. De voedingsindustrie is daar wel een beetje de oorzaak van. Ze maken veel producten met veel vet, veel zout, veel suiker, omdat mensen dat lekker vinden. En op het moment dat mensen dat kiezen, wordt dat gemaakt. Maar als je het aanbod verandert naar gezondere keuzes, zullen mensen ook sneller voor die gezondere keuzes gaan kiezen. Dus het is ook iets psychologisch. En dat kan te maken hebben met de betaalbaarheid, wat ik al zei. Gezond eten is vaak duurder. Maar ook bijvoorbeeld hoe je bent opgevoed of wat je vroeger in je gezin hebt meegekregen. Of wat je om je heen ziet. Groepsdruk, dat kan er ook voor zorgen dat je andere keuzes maakt. Dus er zijn heel veel dingen die je kunnen belemmeren om die gezonde keuze te maken. En daarbij komt ook nog dat het imago van gezond eten vaak een beetje stoffig is. Het is niet lekker, het is duur, het is moeilijk te bereiden. Terwijl, ja, dat valt volgens mij wel mee. Terwijl dat helemaal niet is? Nee. Vandaag staan we in Jumbo-Kuik, maar er doen meer supermarkten mee hier in de omgeving. Hè? Welke? Er doen 6 supermarkten mee. 3 Jumbo's in Kuik, Boxmeer en Graven. De Albert Heijn in Meel. En de Plus in Overloon en Vielingsbeek. Maar er zijn nog veel meer supermarkten. Die doen niet mee? Nee, dat klopt. We zijn begonnen met een kleine pilot met 6 supermarkten. Hierna gaan we dit ook evalueren om te kijken, heeft het nou effect gehad op de keuzes die mensen maken? En dan gaan we kijken, kunnen we misschien met meerdere supermarkten oppakken? Ja, we gaan de klanten ook vragen om hun reactie. Ze vragen wat ze van zo'n initiatief zouden vinden. Of het hun zou helpen om een gezondere keuze te maken. En zo niet, wat er dan nodig is. Ze vinden het heel belangrijk om te blijven vragen aan klanten wat ze nodig hebben. En hoe we hen daarin kunnen helpen. En datzelfde doen we met de organisaties die hebben meegedaan. Zoals Socium, Negen. Dus we hebben echt wel een hele brede samenwerking kunnen opzetten. Waar ik heel trots op ben. Dus er gebeurt echt van alles de komende 6 weken. Ja. En de gemeente Land van Kuik, die steunt dit project uiteraard ook. De gemeente Land van Kuik is de opdrachtgever, dus zij financieren het project ook. En we hebben heel fijn met hen samengewerkt, ook om het project te communiceren. En samen met de GGD hebben we het project uit kunnen voeren. Dus ja. Okay. Nou, dankjewel voor je tijd. En wij gaan maar op zoek naar de appels, de peren, de bananen, de wortels en de spinazie. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.